Hoi en welkom weer in een nieuwe video. In deze video gaan we een vlinderstolp maken. Producten die je nodig hebt. Ik heb in ieder geval een stolp. Deze die komt van de IKEA. Dit is de... Dus het ga ik gewoon over verkeerd spreken. De Hardliga. Deze is 27 centimeter in hoogte. En deze heeft een mooie houten base. En dat is vooral belangrijk. Ze hadden ook metalen versies, maar... Ik heb het al vaker gemaakt en het is wat fijner als je echt erin kan boren met de stokjes, namelijk met deze. Dit zijn de kleine bamboestokjes die ik al eerder heb gebruikt in DIY video's. En deze zijn eigenlijk echt gewoon perfect hiervoor. En door in de basis te boren blijft deze goed staan. En verder heb je natuurlijk nodig eventueel een verf. Spuitbus. Ik persoonlijk kies vaak voor zwart of voor goud. Ligt er een beetje aan. Net zo, dit gaat een cadeautje zijn voor iemand. Dus ligt er een beetje aan wat we wel in je huis hebben. En natuurlijk heb je ook vlinders nodig. Ik heb deze vlinders al echt inmiddels al een hele lange tijd. Deze die komen oorspronkelijk van AliExpress af. En ja, dit zijn echte vlinders. Op Etsy worden ook diverse vlinders verkocht. En ja, op die manier kun je het op een iets goedkopere manier zelf een vlinderstolp maken. Ik bedoel, vlinderstolpen vind ik persoonlijk altijd hartstikke leuk. En ik heb er ook een keer eentje echt gemaakt op een cursus. Dus daarom dat ik ook een beetje die techniek gebruik, zeg maar. Maar het is altijd hartstikke duur. En als je, net als mij, niet al te picky bent met de kleurvlinder, dan is dit de optie. En... ja, verder is wat je alleen nog nodig hebt is secondenlijm en dat is voor het vastzetten ervan. En dit zit. Laten we maar gewoon beginnen met maken. Ik weet dat dit is wel een wat duurdere stolp, maar de afgelopen tijd bij de Action, de eerste stolpen die ze hadden, waren van diegene met zo'n grote diamanten knoppen op. En ik hou ervan als ze echt gewoon meer recht toe recht aan zijn, meer minimalistisch als het ware. Anyway, het is de eerste keer dat ik deze specifieke stolp ga gebruiken. Dus ik moet even kijken wat ik wel en niet erin kan passen. Kijk, ik heb natuurlijk voor elke vlinder, je hebt verschillende soorten maten. En het ligt er een beetje aan natuurlijk hoe je het aan wil pakken. Je kunt ervoor kiezen om slechts één vlinder centraal in het midden te zetten. En dat te doen. Opeens valt de zon weg. Dus het beeld donkerder. Of je kunt ervoor kiezen om een paar... kleintjes bij elkaar te doen en op die manier een soort collage te maken ermee. Heb je zoiets van, ik wil niet echte vlinders gebruiken. Je kunt natuurlijk ook voor kiezen om gewoon online een goede duidelijke foto van een vlinder te pakken. Deze dubbelzijdig af te drukken of eventueel gewoon twee keer afdrukken en tegen elkaar vastplakken. Want ook op die manier heb ik ze wel eens gemaakt toen ik niet aan vlinders kon komen. En op die manier heb ik ook toen een tijdje in ieder geval vlinderstolp gehad. Dus dat is ook altijd een optie. En die is natuurlijk nog iets goedkoper als deze optie. Ja, we gaan voor deze. En dan in dit geval gaan we deze andersom gebruiken. Nou hebben we dus de vlinders. Nou kunnen we in ieder geval zien hoe groot, of in dit geval hoe breed ze eigenlijk zijn. En dan kunnen we de stolpen bijpakken. Nou moeten we namelijk gaan bepalen hoe we deze neer gaan zetten. Nou, zoals ik al zei, ik hou er altijd van om het in drieën te doen. Dus in dit geval is het ook altijd mooi om het in een driehoek te verwerken. Hou rekening mee met het stokje zelf, hoe groot deze is en hoe hij ook nog eens van de kant steeds afstand moet houden. Dus ik denk dat hier eentje goed is. Daar eentje goed is en daar eentje goed is. Op deze manier zitten ze toch dicht bij elkaar in de buurt. Is er voldoende afstand helemaal rondom. En dan kunnen we deze eigenlijk gewoon erin gaan maken. De volgende vraag daarbij is natuurlijk. Wat is de hoogte die we gaan toepassen? Ook hierbij hou ik ervan om in totaal drie verschillende hoogtematen te doen. Hou daar ook weer rekening bij met je stolp. Hoe hoog komt deze te zitten? Even deze aan de kant schuiven, dat er niks meer kan gebeuren.
Kijk, dit is de onderkant van de stolp en je wil dat de vlinder sowieso altijd nog gemakkelijk ruimte heeft. Je wil hem zoveel mogelijk naar beneden doen. Dus dit zal ongeveer de hoogste maat zijn wat in deze stolp werkt. Dat doen we eventjes hier afzinken. En over good measure zal ik even laten zien hoe hoog het om uitkomt. Even kijken. Dat is in dit geval 15,5 centimeter. Nou is het zo, we gaan hem sowieso hierin vastboren. Dus ik mag er een extra centimetertje bij tellen. En dat is om die bevestiging goed te hebben hier in de basis. En dan is het gewoon belangrijker dat de andere stokjes iets lager gaan zijn, iets smaller gaan zijn. Ik denk persoonlijk dat op zich hier het stokje wat hier overblijft, wat in dit geval, even kijken, 13,5 is, dus daar is het minstens 12,5, dat ik deze op zich wel kan gebruiken. En dan heb ik alleen nog een klein deeltje nodig. En ik denk in dit geval dat een centimeter of 10 hiervoor voldoende is. Nou ja, deze stokjes, die zijn natuurlijk al afgerond en we gaan expres gewoon dadelijk degene waar er een snee is in gemaakt, die kant gaan we gebruiken in de basis, zodat het altijd netjes afgewerkt is. Ik gebruik altijd gewoon een stellingmesje en ik ga daar eerst gewoon goed mee rond. Omdat deze niet al te dik zijn, heb ik hier geen klein zaagje voor nodig. Maar heb je wat dikkere stokjes of heb je wel toevallig zelf een zaagje in huis, kun je natuurlijk altijd een zaagje gebruiken. Maar als ik een paar keer goed rond ben gegaan, zo met mijn stellingmes, dan is die al vaak zo poreus genoeg om gemakkelijk te breken. Is het tijd om de gaatjes te boren? Hou er rekening mee dat het boorbitje wat je gebruikt dezelfde maat is als het stokje. In mijn geval zijn mijn stokjes 5 mm dik, dus ik heb ook het boortje van 5 mm dik gebruikt. Dit zorgt ervoor dat het stokjes dadelijk goed strakker in zitten, zonder dat er echt een gat omheen komt te zitten. En het ziet er altijd gewoon iets mooier uit als iets strakker in zit. Hou er ook rekening mee dat, afhankelijk van hoe dik jouw onderkant van de stolp is, dat je ook niet helemaal doorboort naar beneden. Die van mij is redelijk dik, daarom kan ik toch wel zo'n 1 cm diep boren. Maar hou er even rekening mee bij welke stolp jij gebruikt. For good measure doe in elk gat 1 klein druppeltje secondenlijm, zodat je zeker weet dat deze goed vast zit. En dan kunnen we door naar de volgende stap. Ik prefereer mat altijd boven gloss. Dus ik kies daarom voor een matte spraypaint. Ik doe in dit geval alleen de zijkant van de basis en de bovenkant van de basis en de stokjes sprayen. De onderkant hoeft voor mij niet. Gaat niemand toch zien. Hou er even rekening mee dat je voldoende afstand houdt met de spuitbus, zodat je geen druipers krijgt. En na een goede coat eventjes laten drogen voordat we verder gaan naar de volgende stap. Oké, we hebben even een andere setup qua camera, dus ik hoop dat alles goed zichtbaar is. Het is eventjes iets anders. Ik wou even zeker weten dat het allemaal goed op beeld kwam en van tabletop naar beneden, dan kun je niet goed zien hoe. En dus ja, we proberen dit gewoon even. Nou, hè, hij is inmiddels helemaal droog. Ik heb de onderkant expres dus niet gedaan, hè. Nou is het belangrijk, tenminste ik vind dat het mooier als we de vlinders van groot naar kleiner doen. Dus hè, groot, iets kleiner, kleinst. En ik vind dat ook het mooiste als de hoogste het verste er vanaf zit. Dus in dit geval is dit het voorste punt en deze twee achter. Dus die gaan we zo expres eventjes mijn kant opfeesten zodat ik het goed kan zien. Pakken we de puntpincet erbij en de vlinders. Rekening houden met de vlinders dat de pootjes er allemaal al af zijn. Zeker de seconde lijm, zeg maar. Dit is hetzelfde gel seconde lijm. Dat
heb je kans op dat het een beetje weg gaat branden. En dan zou er, of ja, dat noemen ze een soort wegbranden. En dat het dan dus los kan laten na verloop van tijd. En je wil natuurlijk niet dat als je stolp ergens als cadeautje staat, dat na verloop van tijd opeens een van de vlinders komt vallen. Dus vandaar, zorg ervoor dat alle pootjes eraf zitten. Want het lijfje is het beste om te lijmen. Deze kan het meeste hebben. Minste kans op beschadigingen. En ja, een puntbezet is gewoon gemakkelijker voor het vasthouden. En ik heb expres mijn vlinders al zo neergelegd hoe ik ze wil hebben. Ik wil expres wit, bruin, wit doen. En je kunt ze gewoon in diverse verschillende posities eigenlijk doen. Net wat je zelf mooi vindt. En dan gaan we eigenlijk de eerste even lijmen. Op zich voor een vlinder één klein druppeltje is meer dan genoeg. Dit doen we even in fast forward, want het is toch steeds hetzelfde proces. Dus een klein druppeltje van de lijm op de achterkant. En daarna ga je gewoon de vlinder op de juiste positie wat jij mooi vindt vasthouden tegen een stokje. Hou het even goed vast. Dit is het moeilijkste, het feit dat je even moet wachten. En ook heel voorzichtig ermee zijn met het vasthouden. Omdat natuurlijk een vlinder zelf zo poreus is, dus heel snel kan breken. Maar het is gewoon deze gewoon één voor één even vastzetten. Kijk ook even van tevoren naar de positie van je vlinder, hoe je deze wil hebben. Ik hou ervan om er tussendoor een beetje in af te wisselen. Dat de ene naar links gaat, de andere naar rechts gaat. Zodat het ook net lijkt dat ze van elkaar allemaal wegvliegen. Nou, ze zitten er allemaal op. Ik vind hem persoonlijk echt super schattig zo. Nou is natuurlijk jouw eerste gedachte, zo snel mogelijk het glas eroverheen doen. Dat gaan we niet doen. Door de secondenlijm die je gebruikt, er komen nog diverse stoffen natuurlijk vanaf. Het is natuurlijk best wel een product wat sowieso een geur vanaf komt. En daarbij heb je kans dat de lijm de binnenkant van het glas van de stolp een beetje vaag kan maken. Dat willen we niet hebben. Dus laat hem even minimaal 24 uur gewoon zo opdrogen. Zet hem op een plek waar je zeker weet dat niemand aan kan komen. Niemand bij kan. Niet per ongeluk je kat of hond of wat dan ook. En dus laat hem even zo drogen. En dan kan het glaswerk er overheen. En ja, dan kun je of jezelf heel blij maken of iemand anders. Dat was het niet voor deze video. Hoop ik voor die video leuk. Als je hem leuk vond, geef ze dan vooral een duimpje omhoog geven. En ja, in deze video's vaker zien, die ook vooral abonneren op mijn kanaal. Hoop ik tot de volgende keer weer. Doei! Ik hoop dat ze het mooi vindt.